Een hele goede middag allemaal. Ik sta hier een beetje op de kruising waar ik gisteren, of eergisteren denk ik zelfs, ook stond. En dat is bij het gebouw van Waterstones. Eergisteren ging ik een andere straat in. Dat heet de New Street. Dat is hier achter mij. En nu ga ik niet die kant op waar je de grote kerktoren kan zien. Maar ik ga het volgende ding in. Dat is het mega groot winkelcentrum genaamd The Bullring. En nou, gaan we dat een stukje bekijken. En dat het echt mega groot is, zal ik laten zien. Onder andere zie je achter mij een ingang. En dan gaan we dus een heel stuk draaien. En dan zie je achter mij weer een ingang. Dus het is echt mega groot. Het is een winkelcentrum waar ik eigenlijk ook al graag kom. Je kunt er heerlijk shoppen. En als ik iets zo graag doe, is het een beetje shoppen. Tenminste, met de middelen die ik heb. Hier achter mij de stier. Want een bull is in het Engels een stier. Zo, en dan gaan we eens op weg. Het is hier fantastisch mooi weer. Mega warm. Ik heb dus ook een hoedje opgedaan. Want ja, ik hou van hoeden. Nou ja, een klein beetje althans. En nou, moet ik even gaan opletten dat ik niet tegen een deur aanloop. Want dat staat natuurlijk ook knullig. En ja, jullie zien me weer beter. Zo, nou, ik ga even een stukje laten zien. Zo, hier hebben we een grote gang met allerlei winkels. Je zou denken van, goh, het ziet er allemaal heel luxe uit. Dan moet het natuurlijk ongelooflijk duur zijn. Nou, dat ligt er maar net aan waar je eigenlijk loopt. En naar welke winkel je gaat. Ik bedoel, je hebt in Londen heb je bijvoorbeeld, daar ben ik ook wel eens geweest, heb je mega dure winkels. En ja, heel wat betaalbare winkels. Ik had eigenlijk deze vakantie ook naar Londen willen rijden. Wat ik eigenlijk zaterdag doe, daar vertel ik straks nog even wat over. Maar ik wilde daar eigenlijk naar een geweldig mooie theewinkel. Fortnum & Masons. En Fortnum & Masons, dat is echt, oh mijn god. Dat lijkt net alsof je een winkel binnengaat en dat lijkt net alsof je in de wereld van Harry Potter ben binnengekomen. Zoals je kunt zien, ik ga even de camera wat draaien. Heeft dit echt drie verdiepingen gewoon. Drie verdiepingen met alleen maar winkels. Ook met af en toe van die snacken, rijen, gebeurs. En ja, het is onwijs gezellig hier. Je hoort wat muziek, je ziet allerlei mensen lopen. En ja, ik vind dat altijd wel heel leuk. Het is één grote, één groot paradijs eigenlijk. Dus, als je van winkel houdt, als je dus niet van lekkere dwarrelen houdt door een winkelcentrum mee, dan zal ik adviseren hier zeker niet naartoe te gaan. Heel erg eigen aan het winkelcentrum, uiteraard zoals het dat hoort. Veel liften. En eigenlijk is de bedoeling dat je aan één kant staat, zodat de mensen die haast hebben aan de andere kant kunnen voorbij gaan. Maar ja, daar luistert natuurlijk niemand naar. Vanochtend heb ik weer een mis gehad, zoals ik elke dag doe. Ik had vanochtend een privémis in het oratorium en dat moet nu nog steeds zijn. Oh, mijn hemel, zo goed heet. Oh, dat ben ik slecht. Dat komt nog wel goed. Bij deze winkel gaat een alarm af, maar ja, geen idee. Daarna ben ik lekker op mijn heb ik nog in het oratorium lekker gegeten. Ik heb nog wat een beetje bij zitten praten. Want dat oratorium, dat heb ik ook, al een speciale band mee. En ben ik wel een aantal keren wezen overnachten. Daar heb ik nog even gezellig bij gepraat. Van plannen met de jongens die ik daar ken. Voor de verder rest ben ik toen daarna weer naar huis gereden. Heb ik daar even wat zitten relaxen, niet heel lang, want ik heb met mijn andere vriend, met die ik eergisteravond was, denk ik, afgesproken om naar de film toe te gaan. En ik was naar Spider-Man Far From Home ben ik gegaan en dat was voor de tweede keer. Ik heb hem al eens eerder gezien, maar boeien. Het was gewoon echt ik vind het echt een mega goede film. Ik zou hem van zulke soort films waar ik ook wel echt wel een beetje van hou en graag naartoe ga.
Ja, want ja, ik ben al priester, maar ik ben ook tegelijkertijd een steeds zoals ze in Volendam zeiden toen ik daar voor de eerste keer kwam, een jonge jongen. Dat heeft zijn voordelen, soms zijn nadelen, maar ja. Onze Liber heeft mij geroepen om wie ik ben, hoe ik ben en wat ik ben. En daar, dat hou ik altijd voor ogen. Nou ja, jullie kunnen achter mij steeds al heel veel zien van al die winkelgebeuren. Ja, dat is natuurlijk op een gegeven moment allemaal een beetje hetzelfde, dat begrijp ik wel. Ik ga nog even een beetje naar buiten, want het idee van dit winkelcentrum... nee, wacht maar, ik heb een ander idee. We gaan even naar beneden toe en dan ga ik... dat is wel grappig, want dan ga je eigenlijk onder de grond door naar het andere gedeelte van dit winkelcentrum. Dan moet je nagaan hoe groot het is. Dus als je hier naartoe gaat en je bent een nogal een shopaholic, dan zou ik zeggen... neem een grote beurs mee, want hier krijg je echt alles. Voor mij is er niets dat je hier niet kan krijgen. Ook moet ik weer escalator is het in het Engels, een roltrap weer naar beneden. Ja, soms ben ik zo in het Engels gedompeld dat ik gewoon niet meer weet wat een Nederlands woord voor een bepaalde woord is. Maar ja, daar moet je bij mij voor heten. ja, wat opvalt trouwens aan Birmingham. Het is heel veel multicultureel. Heel veel mensen uit Pakistan, daar zit echt een hele grote community, gemeenschap van Pakistaniën. Ook een hele grote gemeenschap van moslims. Toen ik daar met mijn video boven begon, dan hoorde je ook al wat gebeuren op de achtergrond. En dat waren moslims die dan aan het evangeliseren zijn. Nou ja, dat wil zeggen... Ze verkondigen niet het evangelie, maar je snapt wat ik bedoel. Een geloof verkondigen, zeg maar. Nou, even kijken. Dan moet ik oppassen dat ik tegen niemand aanloop. Dus vandaar dat ik niet helemaal in de camera kijk. En ja, ook hier en zelfs in het midden van het winkelcentrum verkopen ze van alles en nog wat. Bieden ze dingen aan. Ja, dit is gewoon... ja, eindeloos. Eindeloos genieten. Dus voor ieder wat wil. Dus al wil je lekker binnen shoppen, dat kan hier in Birmingham. Wil je lekker in de zon gaan zitten, dan kan dat hier in dit mooie, deze mooie stad. Wil je games kopen, dan heb je een mooie gamewinkel. Wil je lekker denken van nou nee, ik ga toch liever niet winkelen, maar ik wil lekker wat eten. Ja, zelfs hier kan dat beneden. Klerenwinkels, ja, ik bedoel dit in de goede zin van het woord. Kledingwinkels, dat is het. Die heb je hier ook in overvloed. Niet normaal. Dat, heb ook hier, ik ga straks ook weer even wat t-shirtjes kopen voor mij. Maar goed, dat interesseert je natuurlijk helemaal niks. En hier kunnen we weer de roltrap op. Dit gaat nog wel hier een enige tijdje door. Kijk, hier ga ik de roltrap zo weer mee naar boven. Dit gaat nog eindeloos door. Niet normaal. En dan ben ik al 8 minuten aan het filmen. Ik zit al 8 minuten hier in dit winkelcentrum. En ik heb nog steeds niet de helft gezien. Maar goed, ik ga jullie hier niet helemaal mee lastigvallen verder. Dit winkelcentrum is wel aardig om te weten. Dit sluit aan op het grote treinstation. Maar daar ga ik nu niet naartoe, want dan ben ik ook weer 10 minuten verder met lopen. En daar zitten jullie niet op te wachten, denk ik. Nou, vind je het leuk om weer verder te kijken wat ik allemaal ga doen? Dan blijf dat vooral doen, zou ik zeggen. Misschien is het wel grappig om even het uitzicht te zien. Ja, laat maar. Even kijken. Wat ga ik vandaag verder doen? Nou, niet heel veel. Ik ga lekker nog even wat dingetjes kopen. Voor mezelf en voor vrienden van mij. Dat is het eigenlijk denk ik voor deze vlog. Ik moest even nadenken. Vanavond dus nog even lekker relaxen. Misschien een filmpje kijken, series kijken. En wat ik ook heel graag doe, echt een lekkere Engelse thee. En dat is niet de Pickwick gebeuren, wat trouwens best wel goed werk is hoor. Als je Pickwick gebruikt, vooral blijven doen. Maar ik importeer mijn thee's ook altijd uit Engeland. dat doe ik dus, zeg maar. En als ik dan bij familie ben of vrienden, zoals met die vriend hier op de pastorie, dan ben ik daar altijd wel een van de avonden gezellig thee mee aan het drinken. En dat is dan echt met losse thee en een flinke theepot en een flinke kan melk erbij natuurlijk, want zo zijn we dat hier gewend in het mooie Engeland.
vervolgens dan ook een deur boven iemand die met de koffer in bent. Ja, welkom. Eén moment, komen nog twee mensen. Oh, welkom. Oké, let's see. Even kijken. Ik denk dat ik op deze prachtige plek met een geweldig mooi uitzicht een beetje deze vlog ga afsluiten. Ik wens jullie een hele leuke dag verder toe. En blijf vooral kijken en blijf vooral doorgaan met die tips. Ik hoop dat ik ze allemaal goed toepas. Mocht jullie zoiets hebben van ik had iets gezegd, maar ja, je luistert er niet echt naar. Blijf vooral zeggen, want ik sta altijd open voor suggesties. Want ja, ik ben ook maar een mens. En allemaal een hele fijne vakantie en heel graag tot de volgende vlog. En misschien dan wel vanuit het oratorium. En dan ga ik nu misschien zelfs meenemen de auto in. Nou, fijne dag en graag tot ziens. God zegen, doei doei!